Of er nu sneeuw ligt of niet, het maakt Melvin van der Molen uit Nunspeet niets uit. Hij is zo gek op zijn scooter dat hij elke dag even een stukje wil rijden. Nou, dit is de Piaggio Zip uit 2018. Ik heb er een aantal dingen aan veranderd, zoals andere spiegels, handvaten en andere ledjes. Dus ja, ik heb er aardig dingen wat veranderd. Het is een stoere look. Ja, het is echt een stuntscooter eigenlijk, waar je goed mee kan stunten en zo. Zelf doet hij nog niet zoveel stunts, maar Melvin is wel op een andere manier bezig met de brommer. Hij is een Instagram-account begonnen en daarop post hij alles wat met het scootermerk te maken heeft. En hij pakt het professioneel aan. Nou, zoals u ziet hebben we hier hoodies, stickers, kaartjes. En we hebben hoodies binnen 18 uur uitgekocht, dus het is aardig snel gegaan ook. Dus dat blijkt wel dat het succes is. Ik heb met de hoodies wat verdiend, rond een euro of 300 bijna, zoiets. Dus het is wel aardig wat. Een mooi extra zakcentje dus. En misschien wel het begin van een eigen onderneming. Want dat is de droom van Melvin. Ja, ik wil ondernemer worden. Van eigen scooterwinkel misschien wel. Dat lijkt me interessant. En misschien met scooteronderdelen. Dat lijkt me ook echt leuk. En wie weet komt dat uit. Ja, en influencer. Ja, dat is ook een mogelijkheid.